ook alle treffers verdienen. Dat kunnen we wel niet gebruiken op een leuk moment. Younes kan daarvoor zorgen. Younes, Nienhuis en Younes zorgt ervoor. Leek even in de weg gelopen te worden door Fischer, maar die bleef dan toch maar van de bal af. En ook Veldman wordt geverteerd terecht, want het was een mooie paas van hem. En weer staat Cambuur niet echt op te letten. Schöne, daar de gelijkmaker of niet? Alsnog, ja, daar is hij. Fischer, nadat Veldman de paal raakt, tikt Fischer de rebound binnen en is het 1-1 in het Gelre Dome. De vrije schop. Veldman een worsteling raakt de binnenkant van de paal. Deze zit er niet in. Room met de reactie. Bijna 30 meter, maar met rechts vanuit die hoek zou je zeggen niet echt makkelijk om hem dan op doel te schieten. Dus ook maar een voorzet. En dat is wel een goeie, want daar is de 3-0. De assist van Goedelje en de vreugde bij Veldman. Mooi doelpunt van Ajax en daarmee is het wel beslist. ADO staat niet goed, geen sprake van buitenspel. Goeie ingestudeerde vrije trap. De bal daar neerleggen door Goedelje. Het lopen van Veldman. En geen kans voor Hansen, omdat Veldman niet goed gedekt wordt. Bal niet helemaal over de zijlijn geweest. Ondertussen de kiezelharde ingreep van Veldman. En daar is het 1-0. Ja, in eerste instantie nog niet Veldman. Binnenkantje paal, Fischer maakt het dan af. Maar dat ook er aardig wat knuffels richting Veldman gaat. Jazeker natuurlijk na afgelopen woensdag. Mogen duidelijk zijn. De vlotte voorsprong de bal is bij deze een feit. Vier man van PSV, geen buitenspel. Locadia om Sinnesse heen. Moeilijke hoek en Veldman op tijd terug. Ja, de laatste weken wel te betrappen op wat foutjes hier en daar. Riedewald. Locadia om Sinnesse heen. Hoek is krap. Veldman op tijd terug. En daar bij de tweede paal is het raak. Als daarop getraind is, dan werpt dat hier zijn vruchten af. Veldman is de doelpuntenmaker. En daarmee komt Ajax na 25 minuten op een voorsprong. Hoekschop, Goedelje, Serrero, Goedelje en Veldman die binnen. Van der Hoorn legt klaar. Klaassen en daar is de 1-2. En iedereen die vertrokken was, die hoort dit en besluit, nou weet je wat. Misschien toch maar weer omdraaien, want Ajax leeft weer. Van der Hoorn doet het goed, Klaas doet het uitstekend. Die raakt hem fantastisch. Heeft amper de bal goed geraakt vandaag, maar deze. De lange bal van Veldman. Verlengd en daar is Milik. Is het een strafschop? Ja! Hij geeft een strafschop! Het is een penalty voor Ajax. Ongeloof bij Utrecht. En in de arena worden ze helemaal gek. Milik krijgt de penalty en gaat de penalty ook nemen, denk ik. Weer Van der Hoorn, die wint. En dan is dit geen strafschop, denk ik. Ik denk dat Ajax hier de penalty te makkelijk krijgt. Maar goed, hij is gegeven. Milik achter de bal. Milik schiet hem erin. Het is 2-2. Ajax is weer koploper. 5 minuten geleden was het feest in Eindhoven. Waren zij de koploper na die treffer van Joosten? Leek dat toch helemaal wel binnen.